zal even een klein verhaaltje over mezelf vertellen als dat mag. Ik zal er geen sales pitch van maken, Peter. Ik zit met mijn hand bij de knop hoor. Ja. ik ben zelfstandig gezien sinds 2006. Daarvoor heb ik altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Ruim 25 jaar in marketingfuncties. En ik vond dat ik het trucje wel kende en dat ik dat op een andere manier wilde gaan toepassen. Nou, in eerste instantie, de eerste jaren heb ik als traditionele marketeer gedaan wat ik in het bedrijfsleven ook deed. In marketingfuncties en voor bedrijven die zelf geen marketing medewerkers hadden. En sinds 2010 heb ik me gestort op de nieuwe marketing. En ik ga jullie zo meteen helemaal uitleggen wat het verschil is tussen traditioneel en nieuw. En dat heeft ook heel veel te maken waar Peter net over had. Wat ik nu doe, ik geef al trainingen en workshops aan zelfstandigen en ik doe identiteitsmarketingprojecten voor de ondernemers. Goed, dat over mij. Traditionele marketing, degene van jullie die wel eens ondernemersplannen hebben geschreven, die moesten gaan schrijven over een product wat ze gingen gaan aan de man kunnen brengen of dienst. Als ik het over product heb, natuurlijk ook dienst. Over de prijzen die ze gaan vragen, over de markt, die moet je gaan beschrijven, van hoe groot is die, hoeveel mensen zijn er, hoeveel klanten kun je hebben, wat is het marktaandeel dat je gaat realiseren, concurrenten die zijn dat, en ook hoe ga je dan de promotie doen. Nou, dat zijn allemaal traditionele marketingprincipes waar je in het bedrijfsleven je altijd mee bezig hield. Maar in de afgelopen jaren is er ontzettend veel veranderd op het terrein van marketing. Als ik het over marketing heb, dan heb ik niet iemand iets door zijn stoel heen douwen wat hij eigenlijk niet wil hebben. Dat wordt vaak een beetje zo gevoeld door mensen. Door marketing is een beetje cynisch, een beetje. Met marketing bedoel ik echt verbinding leggen tussen jou of je dienst en je klant. En dat is waar de nieuwe marketing ook echt over gaat. Die gaat over verbindingen leggen tussen wat jij wil aanbieden, of dat nou voor de dienst is, en de doelgroep die je wil bereiken. En die verbinding, dat noem ik dan connectiviteit, dus van 4 P's naar de 3 C's. Connectiviteit, conversatie en conversie. We zijn in een overgangstijd werken. Vorige keer heeft de collega van Peter een heel verhaal gehouden over technologische ontwikkelingen. Daarin kwamen met name ook 3D-printers aan de orde. En dan zie je ook dat het hoort eigenlijk bij de trend van massa naar individu. Van heel groot naar lokaal, naar massaproductie, naar individuele productie. Want dat is wat je met een 3D-printer kunt doen. En dat geldt voor de marketing en de communicatie daarover ook. En mensen willen relevante informatie hebben. Mensen willen niet meer onderbroken worden door met allerlei flutboodschappen. Nee, mensen willen weten waar ze op het moment behoefte aan hebben. Op het moment dat ze er behoefte aan hebben. Dus die beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie, daar moet jij als ondernemer voor zorgen. Nou, dat wordt een beetje weergegeven in dit plaatje. De traditionele publiciteit is de publiciteit van interruptie. Advertenties en commercials op tv interrumperen. Die interrumperen als je aan het lezen bent. Die interrumperen als je een film zit te kijken. Die interrumperen als je onderweg bent en staat er zo'n joekel van een billboard langs de weg. Dat is een onderbreking met een boodschap waar je op dat moment misschien helemaal niet op zit te wachten. Tegenover staat nieuwe marketing, content marketing, hoe je het ook welke naam je ook wil geven. En die gaat over relevant zijn. Die gaat over interactie. En die gaat ook over vertrouwen opbouwen. En die gaat over heel veel informatie delen. En waar je vroeger zei van ja, alle informatie die ik heb en jij niet, zorgt ervoor dat ik een voordeel heb op jou, want ik weet meer dan jij. Nu zeg je van nee, ik deel het juist. En vooral, ik deel heel veel gratis. Want daarmee laat ik zien, punt 1, dat ik een expert ben. Ik bouw autoriteit op, maar ik bouw vertrouwen op. Ik bouw het vertrouwen op dat ik jou kan geven wat jij nodig hebt. En op het moment dat jij dat vertrouwen hebt, wil je ook je geld aan mij uitgeven. Maar er zijn 2 dingen voor nodig. Punt 1, je moet gevonden worden. En
degene die, die je wilt bereiken, die moet weten wie dat is, die moet de juiste boodschap hebben. Nou, dat heeft allemaal met identiteit te maken. Die traditionele marketing gaat vooral vooruit van imago. He, van hoe jij wil dat de buitenwereld tegen jou aankijkt. De wereld zou echt iets missen als mijn organisatie niet zou staan. Dat gaat over betekenis. Dat gaat over wie wilt, he, welke betekenis wil jij hebben voor jouw klant, voor jouw doelgroep. Nou, en in identiteitsmarketing gebruiken we 6 vragen die in feite leidend zijn om, het hele marketingverhaal vorm te geven. Je legt vast waar geloof ik eigenlijk in. En hoe kijk ik tegen de wereld aan? Dat is mijn visie. En wat neem ik waar in de omgeving en waar wil ik gebruik van maken? Weet je, welke betekenis wil ik hebben? Wat is mijn missie? En dus wat doe ik met de informatie uit mijn omgeving? Wat is mijn unieke kracht? He, waarin ben ik heel goed? Of mijn bedrijf? Ja, of mijn medewerkers? Want dit is juist het proces wat je ook met medewerkers zou moeten doen, wat enorm de betrokkenheid kan vergroten. He, maar ook, wat zijn de kernwaarden? He, waar kan niet aan getornd worden binnen mijn bedrijf, binnen ons bedrijf? Waar staan we voor? En last but not least, wanneer hebben we onze belofte ingelost? He, want het is niet alleen dat je betekenis wil hebben, maar je zegt ook van ja, heb ik inderdaad geleverd wat ik wil afleveren? Nou, dus de tegenhanger van identiteit is natuurlijk ook het doelgroep. En die moet daarbij passen. En mensen moeten zich aangesloten voelen bij wat jij te vertellen hebt. Bij in feite jouw identiteit. Net als je iemand een hand geeft. En dan weet je eigenlijk direct, dat is zo'n persoon. En dan weet je direct eigenlijk ook vrij snel, van daar kan ik wel of daar kan ik niet deur mee door. Maar dat geldt ook voor zaken doen. Dat doe je ook met mensen. Dat gaat ook over mensen. Het gaat niet over producten of diensten. In eerste instantie over mensen. Dus die doelgroep die je uitkiest, die moet bij jou passen. Dus je moet direct goed weten wie dat is. En als jij zegt van, ik gebruik vaak het voorbeeld van een stresscounselor. Iemand die mensen helpt om stress te beheersen. Nou, je kan zeggen, ik help iedereen die last heeft van stress. Dat is een verrekte grote groep van mensen. Dat is die kom waar die hele veel vissen in zwemmen, want er zijn heel veel van die mensen die dat doen. Je kunt daarin een keuze gaan maken. En dat is eigenlijk ook een trend van deze tijd. We noemen dat hypersegmentatie. We gaan zeggen van, ja, ik bedien eigenlijk maar een heel klein groepje van die markt. Ik bedien alleen ouders van hun moeilijke pubers. Ik weet er alles van als stresscounselor. Ik zorg ervoor dat ik daarover publiceer, dat ik daarover bekend word, dat ik daarvoor gevraagd word voor presentaties. En daarmee bouw ik expertise en ook vertrouwen op. En dus door keuzes te maken wie je wil zijn en voor wie, bouw je vertrouwen op. En dat is eigenlijk ook waar het heel over gaat. Ik merk heel vaak bij klanten, bij mensen die bij mij komen, en dat het zo moeilijk is om die keuze te maken. Om te zeggen van ja, maar als ik daarvoor kies, dan ja, en als daar dan iemand komt. En vanuit een heel andere hoek. Dat gebeurt. Maar dat is helemaal niet erg. Want dat wil niet zeggen dat je die niet kan helpen. Het is alleen, jouw expertise zit op dit terrein. En dat is belangrijk om dat ook in gedachten te nemen. Op het moment dat je gaat nadenken over de keuzes. Gaat denken van ja, dit is het gedachtegoed waar ik de meeste affiniteit mee heb. En dit is het deelgebiedje van mijn werkterrein waar ik echt de expert wil zijn. De rest beheers ik ook. Maar door op dat deelgebied expert te zijn, geef je het vertrouwen aan iemand dat je ook over de rest wel moet weten. Of dat je iemand doorvraagt. Op het moment dat je zegt van ja, dat gaat mij boven mijn pet. En dus wordt die vis, wordt die enige vis in de vijver, een hele grote vis in de kleine vijver, want dan word je gevonden. Elk moment dat jij, er zwemmen heel veel goudvisjes, als jij daartussen zit, ja, wie vindt jou? Dat is al toeval. Dus wij aan de ene kant het vaststellen wie ben ik en waar sta ik voor, staat ook en voor wie doe ik het dan.
Ja, dit is een interessant concept. Ik heb het niet zelf bedacht, helaas, de Golden Circle. Dat is van een meneer die heet Simon Sinek. En jullie een keertje de komende dagen denken van, ik heb een verloren momentje niks te doen. Ga dat filmpje van die man bekijken, want het is hartstikke boeiend. Hij kan heel goed uitleggen waarom dat voor ons zo belangrijk is, zo weten we eigenlijk hoe het kan. Wat hij zegt is, en waar ik ook helemaal vierkant achter sta, is dat op het mensen kiezen waarom je iets doet. En wij spreken altijd over wat en hoe we iets doen. En we vertellen wat we doen, marketingtrainingen, hoe we het doen. En maar waarom doe je nou iets? Want dat is waar mensen bij aansluiten. Kijk, grote consumentenbedrijven weten dat. Die geven miljoenen uit aan verpakkingsontwikkeling. Ja, want die weten dat als iemand in de supermarkt voor het schap staat, dat op dat moment besluit dat hij gaat kopen. En dat is, heeft maar alles te maken met hoe die verpakking eruit ziet. Spreekt hij aan? Ziet het er lekker uit? Staan er de goede woorden op? Hè? En staat het op de goede plek ook in het schap? En dat heeft helemaal niets te maken van het wat en hoe van het product, maar alles met een waarom. Spreekt aan en dat is puur een gevoel. Keuzes maken we altijd op gevoel. En dan ga je erbij bedenken dat het een goede keuze was. Wij denken dat we rationeel zijn. Dat is niet waar. Dat is alleen maar achteraf. En daarom is dat waarom zo belangrijk. En dat waarom heeft altijd te maken met een bevlogenheid die je hebt voor dat wat je wilt doen. En als je erover nadenkt, kom je er ook op bij. Want waarom wil jij doen wat je doet? Waarom vind je techniek leuk? Als jij het hier staat te vertellen, dan sta je dat ook met enthousiasme te vertellen. Dan geloof ik dat. He, dus, en dat heeft te maken met de innerlijke drijfveer, met een waarom die je iets wil doen. Dus ga op zoek bij jezelf. Nou, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Waarom vind ik dit leuk? En dat maakt ook dat je geloofwaardig bent en dat je mensen aantrekt die bij je passen. Kijk dat filmpje. Dat is erg leuk. Goed, dan komen we bij de tweede C. Dat is de conversatie die je aangaat. Het gesprek met je doelgroep. En marketing gaat niet meer over zenden. Marketing gaat over interactie. Ik sta nu wel te zenden naar jullie, dat is waar. He, maar er is straks gelegenheid wat vragen stellen, dus dan kan er interactie zijn. Ik heb al getweet hoor, ik heb al getweet ook. He, een tweet? Ik heb al getweet. Ja. Oh, je hebt al getweet. Oh, dat is wel een leuk voorbeeld wat je daar noemt, want eigenlijk gaan social media daar al over. He, over interactie, die gaan niet over zitten. Die gaan over een gesprek aangaan, die gaan over een dialoog. En dat is ook wat je met andere digitale middelen doet. Daar ga ik zo iets meer over vertellen. Maar het begint met wat ga je vertellen in die conversatie. En ik heb vandaag gezegd, probleem en oplossing. En dat heeft ook weer alles met wat te maken. Vaak als wij gaan vertellen over ons product of dienst, dan vertellen we wat we doen. Vind je leuk? Maar als ik aansluit naar het probleem of de vraag die iemand heeft, dan heb ik een heel ander gesprek. Als ik zeg, ik geef marketingtraining, dan zeg jij, leuk, en ik doe dit, dat, klaar. Als ik zeg, ik help ondernemers met de worsteling met marketing, doe je dan? Dus dan is er een gesprek. Als jij denkt, van, nou, daar heb ik niks bij, dan is dat gesprek heel snel klaar. Maar als jij denkt, ja, daar heb ik wel last van, dan heb je daar een gesprek over. Dus op het moment dat jij weet en ook de woorden kent van jouw doelgroep, waar die persoon of die als bedrijf mee worstelt, dan heb je een heel ander ingang, dan heb je een haakje om een gesprek te voeren. En ik weet uit ervaring dat vrijwel niemand dat weet. Of heel veel moeite heeft om precies te vertellen om in de schoenen van de klant te gaan staan. Dus probeer daar al bij stil te staan en over na te denken. Van, ja, wat is nou eigenlijk het probleem dat ik oplos? Welke vraag heeft die persoon nou eigenlijk? Welk verlangen? Of waar heeft die last van? Nou, als het goed is, weet ik wel. Nee, maar goed, dan moet ik denk ik mijn hand weer. Ja, nee. Maar goed, je weet wel. Ja, oké, maar je weet wel welk probleem je op wil lossen met jouw product. Dus je kan zeggen van, ik verkoop, laat ik even snel noemen, ik verkoop kerstbomen.
Weer leuk, groot of kleine. Maar je kan ook zeggen, ik verkoop een kerstsfeer. Ik verkoop een fijn gevoel. Dan heb je een heel ander gesprek. Dus dat is wat ik hiermee begrijp. Dan heb je conversatie ook, want dan hoef je er niet over zenden te gaan. Dus zou je kunnen samenvatten een stukje van je missie? Als je hebt op je why. Dat, omdat je bijna af. Nee, ga rustig verder. Oké. Okay. Is een beetje leuk. Ja, is goed. Ik ben bijna klaar. Nee, ga rustig verder. Maar ik vind het toch... Dat je iets over je missie vertelt. Je ja. Nou, ik ben bijna dat verhaal heeft. Je missie is ook weer dat je ook weer zenden. Het probleem dat je oplost is eigenlijk aan de andere kant. Het is ook gewoon het verhaal. Het is gewoon aan de andere kant van het verhaal beginnen. En dan weer terugwerken naar jouw verhaal. Snap je? Ik zei niet wat makkelijk was. De derde stap is conversie. Hoe converteer je nou die mensen waar je dat gesprek mee hebt naar klant? En dan zie je al dat je vaak een hele grote groep moet beginnen om er uiteindelijk een paar over te houden. Zo werkt dat. En die conversie die bestaat aan de ene kant uit de boodschap. Daar heb ik het net over gehad. Die je voert. En de tweede is het bereiken op het gebouw. Dus de groep van mensen die je bereikt met je verhaal. Nou, daar zijn al die digitale middelen die we tegenwoordig hebben natuurlijk fantastisch voor. Want ik spreek nu tot 20 of 30 mensen. En op het moment dat ik een heel verhaal op internet zet, dan bereik ik er 3000. Nou ja, zo ongeveer. Dus die groep is veel groter. De vluchtigheid is natuurlijk ook veel groter. Maar dat betekent ook dat de mogelijkheden die je hebt om grote groepen van mensen te bereiken, zijn toegenomen, vergeleken met 10 jaar terug. Nou, eigenlijk zijn dit de stappen die je in het hele proces maakt. Hè. Hoe maak ik voor vreemden, vrienden, klanten? Als je niks meeneemt van dit verhaal, onthoud dan in ieder geval dit schemaatje. Want eigenlijk is dat wat je doet in het hele proces van marketing. Hoe bereik ik vreemden en van daaruit... Hoe zorg ik dat ze mij leuk gaan vinden? Hoe zorg ik dat ze mij gaan vertrouwen? Hoe zorg ik dat ze mij gaan kopen? Hoe zorg ik dat ze ambassadeurs worden? En daar zit in feite je verhaal in. He, want waar jij in gelooft en de betekenis die je wil hebben, dat is het verhaal wat je vertelt en waarmee je in feite mensen vrienden maakt. He, en door consequent te doen wat je belooft, bouw je vertrouwen op. En van daaruit wordt iemand eventueel klant of niet. De middelen die je kan inzetten, hè, ik zei het net al, zijn toegenomen, want je kunt die vreemde bereiken met digitale middelen, hè, met een blog, met een website, met social media, met e-mailmarketing. Maar uiteindelijk doe je zaken met mensen. Dus je maakt van daaruit de vertaalslag naar de ontmoeting met mensen in real life. He, dus je kunt zeggen van, ik heb een heel groot bereik op internet, maar ik zorg ervoor dat de mensen die ik wil ontmoeten, dat ik die ook ontmoet. Dat ik daar afspraken mee maak, dat ik daar koffie mee ga drinken. He. Want dat is eigenlijk hoe conversie werkt. Dat je uiteindelijk uit de enorme trechter van je bereik, die mensen filtert, van wie jij het gevoel hebt en van wie zij het gevoel hebben van, god, we kunnen samen iets creëren, we kunnen samen waarde creëren, omdat het waar het over gaat. Ik ga jou niets verkopen. Nee, samen creëren we waarde. Nou, en dat is een heel andere invalshoek. En daarmee wordt marketing, ook voor niet-marketing, veel leuker. Want je bent namelijk samen bezig om iets te creëren in plaats van dat een transactie plaatsvindt van de een naar de ander. Dus ook hier bouwen we weer aan een relatie in plaats van aan een transactie. En dat past wel helemaal in het huidige tijdsbeeld. Van aan de ene kant enorm vluchtige en snelle contacten, enorme hoeveelheden informatie. Maar uiteindelijk filtert alles weer terug naar wat is voor mij relevant. Nou, en dat is in feite wat je in je marketing ook moet ervoor zorgen. Dat je die trechter creëert voor mensen van, ik maak de keuze omdat die persoon mij verder kan helpen. Omdat dat product mij verder helpt. En dat is de gedachtegang die je in feite moet ontwikkelen om je eigen marketing vorm te geven en te bereiken.
Dan heb ik dit heel snel. Dit is in feite de meenemen, de boodschap. Hij weet waar je heen gaat en zodat je niet verdwaalt. En dat is ook iets. Hou focus op dat waar je heen wil. Het zorgt niet alleen voor de trek, maar voor je doelgroep. Zorg ook voor jezelf, want zeker als ondernemer heb je met 20.000 ideeën. En op het moment dat je focust op één of twee dingen, een keuze maakt in je doelgroep, hè, waar je op focust, dat groeit. Waar je energie naartoe gaat, hè, daar, dat groeit. Dus dat maakt ook dat je daar succesvol kunt zijn. Dus doe een aantal dingen goed en doe andere dingen gewoon niet. Nou, ik heb nog 25 seconden. En, ik ben in de overtijd. Nou ja, kijk, op zich mag je best nog even praten, alleen. De tijd is om. Ik heb heel snel een heleboel informatie over jullie uitgestort. Mocht je deze presentatie met het verhaaltje willen hebben, geef mij dan een kaartje, dan weet ik je dat. Dus dat. Enorm bedankt. Ja, ik zat hier in druk schrijven, dus volgens mij is de inspiratiemotor op gang gebracht. Dank daarvoor. Graag gedaan. Heel erg leuk. De 3C's, heb ik onthouden. Ja. Ik heb misschien nog een 4 voor. Creativiteit, dat belangrijk is in het huidige marketingproces. Ja. Leuk. En wat ik van jou heb gehoord eigenlijk is, ik hoor vaak mensen over business to business, business to consumer. Ja. En als ik jou wil praten, denk ik eigenlijk, wanneer gaan we nou eens hebben over business to people? Maar daar gaat het over. Precies. Ja. Fijn. Ja. Oké, vraag. Wie heeft er een vraag van? Wat ik meestal merk is bij dit soort vragen dat mensen toch een beetje zitten van, joh, hoe dan? Ja. Ik luister zo dat verhaal en uiteindelijk het gaat om dat je naar contact moet met je doelgroep. Ja. Uiteindelijk gaat het doelgroep alleen om een transactie. Als ik het zo bekijk. Weet je dat? Ja. Niks van. Gaat mensen om de ervaring? Nee, maar die wil zijn iPad kopen of die wil gewoon een probleem op school zetten en die wil eigenlijk. Maar waarom ga je een iPad kopen? Waarom ga je twee keer zoveel voor een geweldig voorbeeld? Waarom ga je twee keer zoveel voor een betalen als je voor de hele Samsung kunt hebben? Hij heeft niet eens een knop voor kardinaalteken, heb ik ontdekt vanmorgen. Voor een hashtag. Dat kon niet vinden op mij. Het feit dat onderaan het steek, wat ik in de supermarkt moet gaan. In de supermarkt kan ik bij spreken. 3C's, 4C's, 5C's gaan doen om die klant binnen te halen. Die klant die wil alleen maar afrekenen is snel mogelijk. Is dat niet uit? Nee, die klant die wil iets op tafel zetten wat lekker. Ik zal me even beperken tot het verhaal van Apple, want dat is altijd wel een mooi voorbeeld dat iedereen snapt. Waarom halen mensen het in hun hersens om 's ochtends op maandag om 6 uur voor de winkel te gaan staan voor de nieuwe iPhone? Omdat Apple een beleving is. Apple heeft een hele mythe om zichzelf gecreëerd en mensen willen dat hebben. Mensen voelen zich daarbij aangesloten, die willen zich daarbij identificeren. En die willen dat hebben omdat het Apple is, omdat het iets vertegenwoordigt. Dat doet hij anders ook. Maar een Samsung werkt ook, als telefoon en als tablet, weet ik veel. Het is buitengewoon het voorbeeld dat Simon Sinek gebruikt in zijn film. Ja. Dus misschien is het goed om als we. Dat hebben we geloof ik eerder gedaan, dat linkjes delen. Het zit in die presentatie. Ja, het zit in die presentatie. Hij gebruikt Apple als buitengewoon, op een buitengewoon goede manier om deze vraag te beantwoorden. Ja. Ik denk dat het interessant is om over na te denken, denk ik tenminste, als ik even mag, is dat, kijk, in principe alles wordt commodity. Ja. Iedereen kan alles tegen een bepaalde prijs maken, dat wordt alleen maar meer. De prijs erop, producten worden goedkoper, naarmate we meer produceren. Waar dit verhaal over nou gaat, is hoe je ervoor zorgt dat mensen dat product bij jou kopen. En dan hebben we het over meer als een transactie. En ik denk dat volgens mij gaat dit stuk over hoe ga jij nou die meerwaarde leggen op het commodity product. Want iedereen denkt natuurlijk hier, dat is niet waar. Heel vaak mensen met hetzelfde idee op verschillende plekken ter wereld. En zeker degenen die nu denken dat is niet waar, maar ik ben echt niet, die moeten hier heel veel dag nadenken.
En waar ga jij het kwaad bieden? En die zit volgens mij hier in verbinding. En je identiteit ook, hè? Want van jou is er maar één. Hè? En de manier waarop jij jouw verhaal aan de poort brengt, dat doet niemand anders op die manier. En dus zoek daarin ook je eigenheid. Ga niet imiteren wat anderen doen, omdat je denkt, zie die is succesvol zijn. En dat, als ik het ook maar zo doe, dan ben ik dat ook. Nee, dat zo werkt het dus niet. Dan heb ik toch een schade ook gevonden. Ja. Zelfs ik ben met zich getuigd. Terwijl ik toch weer de tijdsmarkt vind. Ja, dat is het, hè? Ja, toch? Ja. Dan nog een beetje. Ja, want dat vind ik voor jezelf. Maar... Nog meer vragen? Van een andere orde. Ja, een andere onderwerp. Ik zou het even zeggen dat we een video kijken van de film van de week van de week. Die heeft die body center bedacht. En ik heb het ook een specifiek comment van de video. Die link van Sarah Sinek. Je zit in de presentatie, als je naar je kijkt, ik meld de presentatie van het weekend. Mooi en dan zoek je een plaatje op van de Golden Circle en daar onderin staat de link naar het filmpje. Ik ga ook naar YouTube gaan, doe je samen zin in Golden Circle, ga je maar. Heb je al. Heb je er 20. Oké. Voor nu heb je de rest van het verhaal. Nog meer vragen? Ja, nog meer vragen. Ja. Ik heb vragen. Zorg je ervoor dat het een beetje authentiek lijkt, want het Golden Circle is meer aan het leden van Apple, maar je ziet bijvoorbeeld Microsoft, je ziet ook wel dat Apple een hele goede manier van aanpak heeft en die aanpak gewoon na Windows 8 helemaal buiten verwaai als eerst. Hoe zorg je ervoor dat, nou goed, grote organisaties hebben nou ook wel een rol van daar zit geld in, mensen willen gewoon niet buiten verwaai. Als op een gegeven moment iedereen dat doet, dat je toch onderscheiden ben van de ander, want als iedereen op een gegeven moment zeg maar vanuit de gebruikservaring kijkt, hoe onderscheid je dat? Nou, dat zit hem precies op dat niveau daarboven, die ervaring, die identiteit van jou, die betekenis die jij hebt. Daarom is Apple en Microsoft een goed voorbeeld. Microsoft is gewoon eigenlijk een grote grijze muis. Een gigantische muis, misschien hier een kat, maar eigenlijk met een totaal gebrek aan eigenheid. Die hebben het anders wel heel goed gedaan. Maar Apple heeft ook juist, die is juist gaan groeien toen ze zich daar juist zich zo zijn gaan onderscheiden. He, op het gebied van in feite de lettertypes, want dat was de eerste stap die Steve Jobs gemaakt heeft. En vervolgens ook het gebruiksgemak. Hoorde van de week dat in het jarenhuis is de iPad. Is gewoon. Giga in opmars, want al die mensen kunnen hartstikke snel naar uit voeten met een PC niet. Nou, en dat zijn hele kleine stukjes uit een domein die je voor jezelf kunt claimen. En je kunt zeggen, ja, dit is specifiek voor mij. Met al die anderen die hetzelfde doen als ik, maar dit is specifiek voor mij. Volvo, als ik Volvo zeg, denk bij iedereen gelijk veilige auto's. Is het een BMW van Audi dan onveilig? Nee, die hebben ook ABS en weet ik wat er allemaal op zit tegenwoordig. Volvo heeft dat domein voor zichzelf geclaimd en dat doen ze consequent al 20 jaar, 30 jaar, nog langer. En dus dat is gewoon hun domein. Als je veilig alles voor je gezin wil hebben, dan koop je dat. Nou, en dat is in feite wat je doet met identiteitsmarketing. Dit stukje betekenis, dat claim ik voor mezelf en dat vergroot ik helemaal uit. En daarin onderscheid ik mij van al die anderen die eigenlijk in de zin zichzelf doen als ik. Goed. Het is overigens leuk om te zien dat als je het voorbeeld van Apple geeft in Nederland, dan krijg je redelijk weerstand. Ja. Maar in Amerika niet, zijn veel meer Apple gebruikers. Ja. In Nederland zit er altijd wat mensen een beetje gebruiken als toe. We hebben weer zo'n Apple gebruiker die Microsoft zit in de bestje. Ja, inderdaad, ja. Goed, hebben we nog een vraag over een ander onderwerp? Mag? Ja. Anders dan gaan wij jou enorm bedanken voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Goed, voordat we lekker gaan borrelen. Nog heel kort iets over ondernemersplaatsen. Ik heb me helemaal niet voorgesteld. Mijn naam is Peter Ros, ik ben gevaarlijk. We zijn altijd een beetje zenuwachtig, dus dan vergeet je dat soort dingen zo te zeggen. En
misschien leuk om meteen te vertellen, ondernemersplaatsen waar we nu zijn, kennen een aantal van jullie wel, kennen een aantal van jullie niet. Ik ben een van de partners hier bij mijn bedrijf, in het ondernemersplaza. En er gebeuren hier allerlei leuke dingen. Je kan hier met elkaar co-werken, co-creëren. Je kan ontzettend lekker koffie pakken. Je kan binnenlopen, andere mensen ontmoeten. Je kan lid worden en dan krijg je verschillende faciliteiten. Dan kun je je auto makkelijk kwijt. We hebben heel snel wifi. Er zijn regelmatig leuke, inspirerende, nuttige en vooral relevante dingen die je wil. Dus wees en voel je welkom. Zullen we maar wat drinken? Laten we het op het drank houden.